Het kunstwerk Stille Strijd is te zien bij de Marienburgkapel in Nijmegen. Stille Strijd is een project van kunstenares Zaza, dat in het teken staat van het taboe rond depressie en zelfdoding te doorbreken. Het standbeeld is tot 18 november te zien in het centrum van Nijmegen. Zelfdoding is de voornaamste doodsoorzaak onder jongeren tot en met 30 jaar in Nederland. Met het kunstproject Stille Strijd wil de kunstenares Zaza het taboe rondom depressie en zelfdoding doorbreken. Want hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om erover te praten, weten ook moeders Jessica Verstraten en Kim Heerdes. Mijn zoon is bijna 2 jaar geleden uit het leven gestapt en voor hem was het echt een stille strijd, want bij hem was helemaal niets bekend. Hij was niet depressief, hij had geen problemen, verder niets. Dus hij is totaal onverwacht uit het leven gestapt. Nou, mijn zoon Jess heeft in oktober 22 besloten om uit het leven te stappen. Jess was pas 19, maar hij had waarschijnlijk al een aantal jaren toch last van een depressie. Dat wist hij zelf eigenlijk niet, althans, dat denken wij. Ja, ik wil graag dat daar het gesprek over op gang komt en dat het taboe doorbroken wordt, zodat mensen eerder hulp vragen, maar ook zich meer gaan bekommeren om elkaar, dat ze elkaar meer gaan zien. Omdat het gewoon zo ontzettend belangrijk is om te vertellen wat er met je aan de hand is en niet ermee te blijven zitten. Jongeren met een depressie voeren vaak een stille strijd en hebben het niet over hun mentale problemen. Ja, waarschijnlijk heeft hij dus in zichzelf een tweestrijd gevoerd tussen alle ambities die hij had en alle dingen die hij had om voor te leven. En dan dat kleine stukje waar hij niet zo goed van wist wat hij daarmee moest. En ik denk dat dat op een gegeven moment de overhand heeft gekregen. Ik hoop echt dat jongeren denken, oké, ik ben niet alleen en ik ga bellen met wie dan ook. Of ik ga gewoon een vriendin of een vriend of mijn ouders of... Ik ga erover praten. Het is een stille strijd. Het is ook een verborgen depressie. Ze houden dus eigenlijk verborgen voor andere mensen. Ze willen eigenlijk niet laten zien aan anderen dat het zo slecht met hen gaat. En ja, hoe langer ze het voor zich houden, hoe moeilijker het wordt om het nog te gaan vertellen. De gevolgen van mentale problemen kunnen enorm zijn. En daarom is het belangrijk dat er over gesproken wordt. Het is echt vreselijk. Je begrijpt het niet, je snapt het niet, je voelt je misschien schuldig. Het is echt iets wat je met z'n allen aan wil pakken. Dat maakt denk ik ook dat het nu zo druk is en dat we zoveel aandacht hier ook voor krijgen. Dat het gewoon normaal wordt dat je praat over je mentale gezondheid en hoe het met je gaat. Wil je praten over zelfdoding of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Bel dan gratis met 0800 0113 of ga naar 113.nl.